Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom weer in een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En vandaag speelt het onderdeel Latje Trappen. En we hadden het nog zo beloofd. We doen het nooit meer als het sneeuwt. Nou, het sneeuwt niet. Maar het heeft wel gesneeuwd, want ja, het is dramatisch. Maar goed, we hebben toch twee matadoren gevonden die à la Portugal het gaan proberen. En dan vloek ik misschien wel een beetje als je in Rome bent of niet. Valt mee. Zondag, zaterdag ligt de rivaliteit niet zo hoog. Nee, dus dat valt hier dan gelukkig mee. Dat is wel eens anders geweest met het veld hiernaast. Maar daar gaan we het niet meer over hebben, want dat hebben we beloofd. Ik ga ze aan u voorstellen. Tenminste, ze gaan zichzelf aan u voorstellen. En ja, we hebben links al een beetje gehad, dus we beginnen rechts. Remy Brugts. En? Maurice Heijboer. Van de? Roon 1. VV Roon. Zaterdag. Derde klasse. D. D, ja. D, ja. Hartstikke goed. En zij gaan het proberen. En we gaan een voorspelling vragen. Ja, in ieder geval 6. Ja, want we weten het nog. Luc Bijl en Ferry de Heer. Nou, daar had ik het eigenlijk niet over. Ik heb gezien dat de koploper staat op 5 punten, oh, toch? Dat is heel. Ik denk, ik refereer eventjes naar vorig jaar. Want ja, die mannen stonden in de finale. Ik leg geen druk. Nee, ik ook niet. Ferry heeft er wel over gehad zaterdag. Dus ja, de druk ligt er wel bij ons. Maar... dan wil ik gelijk ook het eerste excuus weghalen. De sneeuw. De sneeuw, ja. Nou ja. Ik hoop dat ik niet uitgeleid. Nou ja, ik heb in de voorbereiding gekeken, maar ik zag geen belemmering. Nee, nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Er gingen er geloof ik gemiddeld 2 van de 5 op. Ja, dan komen er toch nog 2 tekort. Ja, dat is dan wel weer. Maar goed, met 4 weet je nieuwe week om. Wie gaat er beginnen bij jullie? Nou, dat maakt niet uit. De Duitse van de 2. Nou, dat ben ik dan. Dat ben ik. Oh. Oh, van de 2. Ja, nee, je zei het goed. Van de 2. Nou, ja, ik zeg, laat maar zien, want het is koud genoeg. De eerste op het besneeuwde veld. En geloof het of niet, maar in die voorbereiding gingen ze er echt gewoon achter elkaar op. Ja, en dan staat die camera aan. En dan is het toch een ander verhaal. Nul. Het komt wel in de buurt. Ja, deze. Ja, zijn het dan toch de omstandigheden? Nou, dat gezegd hebben is de eerste. En ja, die vliegt dan over. We gaan naar de middencirkel. Nou, aangekomen in de middencirkel gaan we het hier vandaan proberen. Er staat, zoals gebruikelijk in de Oberlandswaard, ook nog wat wind. En die speelt parten, want ja, hij haalt het niet. En dat ligt niet aan zijn traptechniek, want de omstandigheden en de wind. Volgend jaar beloven we het wederom. Gaat het toch anders? Doen we het niet meer in februari opnemen? Zoals u mij nog een keer in korte broek ziet. Terwijl de sneeuwpoppen buiten dansen. Dan hebben we woord gehouden. Au. Ook te zacht. En ja, deze haalt het, ja, haalt het niet. Mannen, kom erbij. Ja, je mag het niet als excuus aanvoeren en ik ben ook de eerste die het niet zal doen. Maar dat doe ik, het. Ik ben bang dat dit wel de omstandigheden zijn. Hè? Ja, wij zijn toch meer mooie weervoetballers, denk ik. Het was niet te doen, hè? Het was lastig, zeker van de middenlijn met afzetten. Ja. Wat minder kracht. Ik ga jullie belofte doen, net zoals bij Portugal. Daar zijn we dit jaar dan teruggekomen. Ik denk dat we dat eerder gaan doen. Wij gaan jullie een herkansing geven. Omdat we hebben vorig jaar nog gezegd, die doen we niet meer. Jullie krijgen dit seizoen nog een herkansing. Maar, dan wil ik wel weten hoeveel je er dan op gaat schieten. Totaal of pepsen? Nee, in totaal. Hoeveel punten ga je halen dan? Hij gaat toch weer... Bedenk wel, als je het niet gaat halen, dan staat er ook wat tegenover voor ons. Oké, okay, en wat is dat dan? Ja, dat mogen jullie bepalen. Maar, in ieder geval van een leuke waarde. Oké. Okay. Nou, dan gaan we in ieder geval voor die 5. Dat je toch weer gedeeld oplopen. 5. 5. 5. Als jullie die 5 halen... beloof ik dat jullie namens ons mee mogen doen met voetgolf. Oké, okay, dat is mooi. Met z'n drieën. Dus dan mag je er nog eentje bij. Ja, dat is heel dichtbij. Om de naam alleen maar hoog te houden. Maar als jullie het niet halen, dan gaan wij 9 holes op jullie kosten. Dat is afgesproken, dat is goed. Doen we. Kijk, dat hebben we vast op camera.
Mooi. Ja, we denken wel dus Michel, Richard en ik. Hè? Ja. Dus dan gaan wij een rondje op jullie. En ja, daar hoort wel altijd één versnaperingetje bij. Dus dat is ook filmen? Of? Ja, dat mag je ook filmen. Wij komen terug in Roon als het groen is. De weddenschap staat. Dus ja, vijf hè? Vijf? Ja, vijf. Nou, dat is nogmaals bevestigd. Wij gaan gauw naar binnen, want het is die sterren verscout. En die jongens die moeten nog wat doen. We hebben het voetgolf hebben we dan niet gehad. Hopelijk volgende week wel. En dan hebben we ook hopelijk weer een latje trap met een groene grasmat. Blijf u kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.